Deze beschouwing die is op zaterdagochtend 25 mei 2019. Het is maar Captain's Log, zoals ze in de Star Trek zeggen. Het gaat lekker, het gaat goed. Met mij dan. Gisteren heb ik mijn dochter hier gehad. En ze was hier meer dan 4 uur. Zo. We hebben de hele tijd gekletst en we hebben ook geschaakt. Dat was erg leuk. Toen begon zij over feminisme en toen kreeg ik de slappe lach. Ja, sorry hoor. Achteraf was het natuurlijk niet zo aardig voor mij, maar ik kan er niks aan doen. Ik krijg van feminisme een slappe lach. Het woord alleen al. Zij zo tegen mij. Bedaren. We zeiden het tegen mij. Ja, pap. Maar was het ook weer iets met ouderwets of zo? Zij was dan modern. Oh mijn god. Ik heb een beetje tegengas gegeven. Ja, wel iets. Ik bedoel, ik laat het niet helemaal over me heen komen hoor. Maar ik zei tegen haar, jij moet Stefan Molyneux gaan kijken. Zij zei, ik moet helemaal niks. Ik ga naar mijn eigen dingen, weet ik van wat. Ja, dat niet. Ja. Zij ook iets van, ik heb geen behoefte aan statistieken en feitenmateriaal. En het gaat mij om de, weet ik veel. Weet ik eigenlijk niet. Wat is het nou over? Oh ja, de gender pay gap. De betalings... De seksistische betalingskloof. Want een gap is toch een kloof of zo? Hè? Afstand. Achterstand. Vrouwen verdienen minder, ook al doen ze dezelfde functie. Ja. Ook is het zo dat vrouwen overwegend kiezen voor beroepen waarin niet zoveel geld te verdienen valt. Dus als man echt veel geld wil verdienen, dan ga je, weet ik veel, offshore. Dat dus verdient heel veel geld. Maar in offshore, daar vind je geen vrouwen. Nou, dat kan je vergeten. En andere dingen die rete gevaarlijk werk zijn. Dat doen vrouwen niet. Vrouwen gaan meer in de sociale beroepen. Dat is de hoofdzaak natuurlijk. En voor zover vrouwen dan hetzelfde beroep doen als een man, is ook vastgesteld dat mannen meer verdienen. En dat komt omdat mannen meer eisen. Die komen meer voor zichzelf op. Van, ja, ik wil het wel doen, maar dan wil ik toch echt dat verdienen. Ja. En dan krijgen ze dat. Ja, zei mijn dochter, oh, dat moet veranderen. Ja, dat kan je mooi niet veranderen. Mannen komen meer voor zichzelf op dan vrouwen. Punt. Ja, zei mijn dochter, maar mannen plegen ook 4 keer zo vaak zelfmoord. Ja, waarop ik zei, ja, en het zelfmoordpercentage onder gescheiden mannen die het huis uitgetrapt zijn door een partner, hè? 10 keer zo hoog, man, als onder andere mannen, hè? Dus daar heb je al gelijk een oorzaak van, suïcide. Nou, daar zijn we nog verder niet op ingegaan, want dat vond ze natuurlijk te confronterend. Ja, zei ze, nu ga je het persoonlijk trekken. Ja, ik ben de deur uitgetrapt door de moeder. Ja, ja. Ja, ik zie de volgende keer wel weer. See you later, alligator. Met schaken heb ik direct afgemaakt. Gewoon genadeloos, hè?
Ja, ik bedoel, je gaat schaken. Het is niet zo dat we een potje schaak gaan spelen en dan gaan we proberen om allebei even vaak te winnen. Als je gewoon niet goed kan schaken, dan verlies je. Net zolang dat je beter kan schaken, dan kan je ook een keer winnen. En voor de rest verlies je maar. Dat is de mannelijke instap. Klaar. En daarom verdienen mannen meer in het commerciële arbeids zijn. Punt. Ja, noem mij één terrein waar vrouwen beter in zijn dan anders dan kinderen baren. Ja. Dus ik weet nou dat ik heb gezorgd voor een kind, voor haar dus, hè, mijn kind. Omdat die moeder die had zo'n heel belangrijk baantje. Sorry, moet je zeggen baan, een belangrijk werk. Die werkt namelijk als telefonistje, receptioniste of zo. Zoiets. Heel belangrijk werk, hoor. Nou, dan moest ik 1,5 dag in de werkweek moest ik thuis zijn met het kind, de baby. Easy. Shitje, wat een lekker baantje was dat, zeg. Wauw. S'morgens, ik stond als eerste op, geen enkel probleem. Ik maakte het ontbijt klaar, geen enkel probleem. Elke 6 dagen in de week deed ik dat, by the way. Dat maakt mij niet uit, hè? Hoppakee, dat doen we wel even. Door wat voor werk is het nou om een ontbijt te maken, man? Homo. Gewoon havermoutpap, ja? Iedereen blij, hoppakee. Want er zijn hele generaties groot op geworden, hoor. Havermoutpap, hier. Ik kan wel een of ander exquise ontbijt gaan maken. Mijn dochter zei dat ook zo. Ja, als ik ontbijt maak, dan doe ik nootjes een beetje roosteren. En dan, het ging er allemaal wel niet bij, man. En dan nog een beetje honing. En dan nog een beetje kaneel voor appeltjes. Oh ja, ik doe een halve appel ging er één. En een halve banaan. En dan 2 eetlepels met... Ga meer. Nee, dat maakte ik niet. Gewoon havermoutpap. Alsjeblieft. Lekker eten allemaal. Doeg. Thee erbij en koffie van mij. Thee voor die moeder. Koffie voor mij. En water voor het kind. Nou, dan ging die moeder dan naar haar belangrijke werk. En dan ging ik nog even lekker met het kind in het echterlijk bed liggen. Want ze sliep heel slecht, dus je was morgen weer toch al half gebroken wakker. Ja, dan een minuutje of 9, 10 over 9. Ja, dan hoppakee, uit bed. En dan gaan we douchen. En een kind aankleden. En dan prakte ik dat kind in de woonkamer neer. Omringd door kussens, op een kussen. En dan allemaal kussens eromheen. Ze dus kon nog een keer omvallen ook, maakte niet uit. Boekje erbij, iets heel interessants. Met Nijntje gaat naar het grote bomenbos. De poes, miauw, die kwam vanzelf bij haar op schoot zitten. Dat hoefde niet te regelen. Dan zo'n bekertje erbij, zo'n tuitbeker. Ja. En dan ging papa lekker naar de keuken. En dan een checkje roken, een beetje koffie erbij. Laptopje open, even contacten met de collega's op het werk. Van, gaat alles nog goed aan die kant van de rits? Van klant even mailen. Maar de klok in de gaten houden. Een fruithapje maken. Nou, zo heb ik mijn kind gedrild om zichzelf bezig te houden. Nee, ik was er niet de hele dag mee bezig, hoor. Ben jij maf? Voor zover dat in de eentje lekker zoet aan het spelen was met whatever. En de aandachtspannen, boogdinges van een kind, dat is met heel weinig. Heb je dat volslagen gebiologeerd met iets bezig? Zeker als er nog een poes op schoot zit. Ja. Is dat kind lekker rustig? Nou, en ik kon lekker mijn dingetje doen. Fruithapje erin, hoppakee, een uurtje of 12:30. Dan gaan we een middagdutje doen. Papa natuurlijk ook.
Nou, en na een middagdutje gaan we lekker eteren. Een boodschappenlijstje maken. En een keertje om een uur of drie of zo ga je de deur uit. Met de buggy. Een beetje boodschappen doen. Ja. Praatjes maken op straat. Dat doe ik niet aan. Dus dat kost me geen tijd. Dan ben je keurig op tijd thuis met alle boodschappen. Dan de keuken een beetje op orde maken. Dan ga je eten klaarmaken. Eten koken vind ik hartstikke leuk. Maar zalige dagen, man. Voelde ik mij onderdrukt op die momenten? Nee, ja, maf. Ik was lekker thuis. Met mijn kind. En niet dat ik dat per se wilde, maar ja, maf. Ja. Dan zei ik nog tegen mijn dochter. Want, als ik dan 's morgens de deur uitging, dan hadden we zo'n tuin en dan zo'n schuurtje. En dan door het schuurtje aan de andere kant. We hadden een schuurtje met twee deuren, een beetje ingewikkeld. Maar aan de tuinkant hadden we een deur, dan ging het schuurtje in. En aan de andere kant een deur, dan ging het schuurtje uit. En stond je buiten, in het tuinpaadje. En dan ging je die schuur in. En voordat je dan de deur dicht deed naar de tuin toe, dan keek je nog even om. En dan in het keukenraam stond dan de moeder van mijn kind met het kind op de arm. En dan een zwaaien zo, hè. En dan kan ik me nog herinneren dat we in de herfst en in de winter, dan was het nog donker buiten. En dan was dat keukenraam hel verlicht. En dan kon je zien dat het een heel warm, lekker huisje was. En dan dacht ik zo van, mooi, vrouw en kind zitten er warmtjes bij. En papa die gaat nu ingewikkelde dingen doen op zijn werk. En ik werd er helemaal groots van, hè. Weet ik, op de fiets en dan, een eindje fietsen hoor, naar Oosterbeek. Heuvel op. En dan daar aankomen, en dan was ik de master of the universe. Programmeren, man. Telefoon opnemen, offertes maken. Business. En dan de hele dag heb je dat beeld in je, hè, van dat jouw kind veilig thuis is in een fijn warm huis. Dus dat je het ook ergens voor doet dan, hè? Nou, dat maakte me helemaal groots. En die moeder, want het was natuurlijk ook haar beurt om te gaan werken, want ze moest toch zo nodig werken. Dan was ik dus thuis. En dan stond ik dus achter het keukenraam met het kind op mijn arm. En dan te zwaaien naar mama. Hè? En dan zei ze, nou, ik heb er gewoon buikpijn van. En dan moet ik het naar me leggen. En dan zie ik. Jezus. Feminisme, flikker toch op, man. Ja, zei mijn dochter. Mijn mama had ook geen leuk werk. Tja, ik, dan ga je dan niet werken. Dat hoeft helemaal niet. Ik bracht duizenden euro's in de maand, bracht ik binnen. Netto. Ja, zei mijn dochter, maar wat moet ze dan doen? Denk ik, wat moet ze dan doen? Is dat ooit aan mij gevraagd? Toen ik anderhalve dag in de week met het kind thuis was, werd er aan mij gevraagd van, oh, vind je dat niet erg? En wat moet je dan doen? Jij als huisman, oh, kan je je wel ontplooien dan? Er werd aan mij toch ook helemaal niks gevraagd. Ik was gewoon thuis met het kind. En dan geef je ze een tuitbeker en een boekje met Nijntje en het grote bomenbos. En een beetje de klok in de gaten houden, er moet een fruithapje in en regelmatig even kijken. En af en toe is het tijd om wat te gaan voorlezen of zo, maar dat hoef je ook niet te bont te maken. Als je die kinderen gaat verwennen op dat terrein, dan verwachten ze dat ze ieder kwartier worden voorgelezen, want dat is ook de bedoeling niet. Toen ik opgroeide bij mijn oma, de eerste 3 jaar of zo van mijn leven, mijn moeder, dat was een beetje merkwaardig gestart, maar ik woonde dus bij mijn oma en mijn moeder die woonde nog bij de eigen ouders, die is later daar ingetrokken. Maar in het begin was mijn moeder bij haar eigen ouders. Ze woonde 3 huizen verderop. Zo. Viel ook al mee. En die werkte overdag bij Gebroeders Winter. Die kantoorboekhandel. Op de Rozengracht. En ik was met mijn oma thuis. En mijn oma die deed het huishouden. Voor 3 kinderen. Mij erbij. 1 kleinkind. Dus 4. Dat een man. Dus 5. En de eigen, de 6 personen, doen we even het huishouden. Er moet wel een was gedraaid worden en er moet stof gezogen worden en er moet eten gekookt worden. En
boodschappen gedaan worden. Mijn oma was druk bezig. Denk je dat die met mij aan het spelen was? Nee, natuurlijk niet. Ik werd in de woonkamer geprakt. Ik had een vrachtautootje. En ik werd geacht om mezelf bezig te houden. En dat deed ik dan ook. Heeft voor mij geen enkel probleem. En hetzelfde ging ik om met mijn kind. En vind ik het vervelend al die vrije tijd? Nee, natuurlijk niet. En dan die feministen, zoals mijn dochter. Oh, wat erg, heb je allemaal vrije tijd en heb je geen ontplooiing in je leven. Nou, ga toch weg. Dan ga je toch macramé, hè? Waterverven, aquarellen. Dan ga je toch wat leuks doen. Dan ga je buurtoverleg beginnen. Nee, dan weet ik veel. Dan doe je een leeskringetje. Ga je allemaal hetzelfde boek lezen en dan gaat iemand er wat over vertellen. Je gaat iets doen met boodschappen voor bejaarden. Dat nou, man. Laat die man maar lekker werken. Laat die man maar lekker alfa dingen op een bouwsteiger. Dan zwaai je met een grote sloophamer. Feministes. Ik begrijp dat echt niet, hoor. Ik krijg er echt een slappe lach van. Oh, die hele gedachte. Feministen, dat zijn mijn dochter ook. Ja, de mentaliteit op de werkvloer moet veranderen. Ik zeg, waarom? Moet die vrouw vriendelijk gemaakt worden? Nee, dat was dan ook de bedoeling niet. Nee, het moest mensvriendelijk gemaakt worden. Denk ik, verlekker op. Homo sodomiet erop. Zo'n vriend van mij, die is bouwwakkerd. Ja, die werd dus door de voorman werd hij naar de tweede verdieping gestuurd. Van, ga daar maar de kozijnen afhangen of zo. Hè? Ik ken al die termen niet. Nou, hij komt er dus aan en een collega van hem die was dus de vorige dag daar bezig geweest. En die had er brachelwerk afgeleverd. Dus hij naar die vent toe en die zegt van kom eens even kijken. En die vent loopt met hem mee en Wouters en tegen hem. Moet je kijken, man. Noem je dat werken? Noem je dit iets afleveren? Ik dacht het niet, hè? En ik moet dit gaan afhangen? Ja, en hoe dan, man? En die vent zo, ja, je hebt misschien wel gelijk, maar ik vind dat je het wel wat aardiger kan zeggen. Waarop mijn vriend Wout die vent aankeek en zei van, ik ben hier om te werken. Ja? Niet om vrienden te maken. Wil je erover praten of zo? Rot toch op, homo. Hé, dat zijn mannen. En dan kan je over zeiken wat je wil, maar ze timmeren wel die woningen in elkaar. Hè? Tuthola. Moet die mentaliteit veranderen? Nou, ik zou niet weten waarom. Dat zijn mannen. Moeten dat allemaal pussies worden? Van de bisfenol A? Die weekmaker. Dat lijkt op het vrouwelijk geslachtshormoon. Gek, hè? Hoor je daar de feministen uit over? Ja, waarom die weekmaker in die plastics, waarom lijkt dat op het vrouwelijk geslachtshormoon? Ik vind dat seksistisch. Als er vrouwen weekmakers zijn. Die naamgeving moet veranderen. Vrouwen zijn zeurnuizen als ze niet oppassen. Zo'n mooie Arthur Schopenhauer, een man natuurlijk, hè. Die weet dus wel van de inhoud van de Bijbel. En daar, hij heeft wel Bijbelkritiek. Daar zal ik nog een goede dag nog op terugkomen. Maar die is heel erg leuk. Goed, daar zou ik het nou niet over hebben, maar... Maar hij zegt dus ook, hij heeft ook echt een respect voor de Bijbel. Ja, in de Bijbel, daar staat toch wel heel mooi... Dat in de kerk dient de vrouw de mond te houden. Dat staat er ook, hè, in het Nieuwe Testament. En Arthur Schopenhauer zegt van nou, dat vind ik... hij komt zelfs niet in een kerk, maar hij zei, ik kan het goed begrijpen. En hij, Arthur Schopenhauer, die kwam dan regelmatig in het theater. Die was een beetje een levensgenieter. Ja, vind je het gek, hè? De erfenis...
Want zijn vader was die had een heel groot bedrijf opgezet. En het bedrijf is, dus die vader is overleden, het bedrijf is verkocht. En zijn vader had besloten in de erfenis, dinges, in het testament, dat Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, die zou de helft krijgen. En de moeder van Arthur Schopenhauer, dus de weduwe, de andere helft, in cash dan. Hè? Nou, zijn moeder heeft alles er doorheen gejast. En Schopenhauer niet, die deed kalmpjes aan. En die ging wel naar het theater, lekker uit eten, lustte een drankje. En Schopenhauer die kwam dus veel in het theater en die zei van nou, die wetten, die Bijbelse wet, die moeten ze invoeren in het theater ook. Want in het theater moeten de dametjes mondjes dichtjes. Want het kwebbelt maar door. Het is ook zo, hè. Dus, kan eventjes alweer een beschouwing. Uw pakket is wijzigbaar. Dus nou weer. Beste klant, uw pakket is wijzigbaar. Wat nou hier? Moet ik nou weer gaan bellen met die online? Ja, dit is beschouwing, hè. Het is allemaal real life, man. Het is zaterdagochtend, 10:55. Je maakt van alles mee in het leven, hoor. Zo. Ik word lastig gevallen met sms'jes. Oh. Ja, maar de vrouw... Ja. Het kletst maar wat, hè? Feminisme. En er is er ook nog een man... En dat is een oude studievriend van mij. En die leeft niet meer, want die heeft vrijwillig... lalala. Is aan een touw gaan bengelen in zijn eigen woning. Ja, ik heb zo'n bruin vermoeden waarom. Nou, hij wilde dolgraag zorgen voor een vrouw. En vrouwen in zijn omgeving, die hebben daar misbruik van gemaakt. Van, oh, jij wil graag zorgen voor een vrouw? Nou, ik heb wel, jij hebt toch een boormachine? Oh, heb je ook een bus? Oh, je hebt ook een bus. Oh, ja, ik heb heel erg hard, heb ik dat en dat nodig. En ja, en die man mag zorgen voor al die vrouwen. En die vrouwen, als bedankje, kreeg hij een kopje thee en een hand bij afscheid. Van, nou, bedankt, hè. Heeft hij jarenlang gedaan. Zonder dat hij daarvoor terugkreeg wat hij wilde, namelijk... dat er een vrouw in zijn leven zou zijn. Nou, die vrouwen die hadden gewoon nog een veentje, nog een veentje, nog een veentje. En vrouw na vrouw kwam die daarachter dat ze hem voor de gek hadden gehouden. Nou, toen uiteindelijk is die gaan bengelen aan een touw. En dan weet je natuurlijk niet zeker of dat nou kwam door dat klote gedrag van die kutwijven. Die was niet seksistisch, hè? Het gaat ook kloten, dat is mannen, hè? Mannen hebben kloten van die kutwijven. Dus het klote gedrag van die kutwijven. Je kan ook zeggen dat kutgedrag van die klote wijven. Dat kun je ook zeggen. Het is gewoon seksoneutraal wat ik nu zeg. Ja, laten we het even eerlijk houden. Hè? En mijn thee is op. Ja, en toen heeft Rolf heeft zichzelf verhangen. Ja. En kwam dat daardoor? Ja, mogelijk. Ik ben ook besodemieterd. Nou, leuk is het niet hoor. Als je besodemieterd wordt. Ja. Terwijl in mijn geval was er dus nog een kind in het spel. Namelijk mijn dochter die gisteravond is wezen eten. Eén ding kan ik repareren aan haar. En dat is de manier waarop ze schaakt. Daar is wat aan te doen. Volgende keer komt eten, gaan we weer hetzelfde doen. Gaan we puzzeltjes doen. En iets meer basistheorie erin stampen. Maar ze heeft aardig geschaakt. Het was niet... Ja, ze heeft wel slechter geschaakt tegen mij. Ze begon in elk geval niet met A2, A4. Maar gewoon normaal E2, E... Nee, wat had ze nou? C2, C4 deze... Ik weet niet wat voor een opening dat is. Ik zal eens even het boekje erbij pakken straks. Ik ga even nakijken.
Volgende keer zal ik al wel iets meer op weg helpen. Maar voor de rest was het gezellig, was leuk. We hebben samen gekookt, was erg leuk. Wat me wel wat me blij maakte is dat zij hetzelfde... Dat is een beetje raar dan, hè? Hetzelfde smaakgevoel heeft. Dus, ze houdt van komijn en chili. Chilipoeder, die bepaalde heetheid. We hebben cayennepeper gebruikt. Want mijn kat had geen chilipoeder meer. Maar... Ongeveer hetzelfde, toch? Cayenne heeft iets meer, heeft een beetje een smaakje nog extra. Toffe met linzen erin en zoete aardappel. Dat vond ik een minder eigenlijk. Gewone aardappel is mij lekker genoeg. Een rijst erbij, een basmati rijst. En van die vette yoghurt, lekker. Die Griekse dikke yoghurt. Ja, dat was lekker. Knoflook houdt ze ook van. Vind ik ook heel fijn. Verse gember hebben we gebruikt. Ah, dat is toch wel heerlijk, hoor. Ik was even tijdens het eten koken nog even naar de supermarkt. Toen kwam ik de woning weer binnen en ik doe de deur open, de voordeur. En ook lekker, man. Ik denk, goed zo, dat gaat de goede kant op. En over het feminisme, ja. Ja, ja, ik neem het met een korreltje zout, hoor. Dus ze heeft geen poot om op te staan. Dus dan is het ook een beetje... Het is net met schaken of zo. Ja, ik win. Ja, vind je het gek? Ik heb de afgelopen 4 jaar of zo... Heb ik... Niet van. Gemiddeld 3 potjes schaak per dag gespeeld, hè? Over internet dan, hè? Ja, dan leer je het wel. En veel verloren, jongen. Wow. En verloren van jongetjes van 8 of zo, of 12. Uit Parijs. Of all places. En ook zo'n blaag van 13 uit Australië. En die had ik toch te grazen, jongen. Ik denk, nou heb ik gewonnen. Wist hij zichzelf, wat is dat? Pad te zetten. Stalemate. Toen was het 50-50. Ik vroeg naar die jongen, wie heb jou, waar heb je die kunst vandaan? En hij zei, ja, heb ik geleerd van mijn vader. Ja, precies. Absoluut, man. It's a man's world. En dat is het ook. Mannen hebben de grootste bek, punt. En vrouwen willen dat dan ook doen, maar het komt er niet uit. Zoals Arthur Schopenhauer netjes zei, van, waar is nou het boek met als welluidende titel De filosofie der huishouding? Geschreven door een vrouw. Of moet een man dat doen? Het is bijna zo. Ik zou het kunnen schrijven, hoor. De filosofie der huishouding. Misschien dat ik het moet doen. Ik heb recht van spreken. Ik heb gezorgd voor een huishouding. Die moeder van haar dus, die dat al zo belangrijk werk had, waar ze het zo heel moeilijk vond. En, oh, het is zo zwaar. En, oh, dan krijg ik mijn buikpijn als ik naar mijn werk moet. En, Ja, met als gevolg dat ik dus mijn werk had. Een baantje, een klein baantje hoor, 50 uur in de week, stelde niks voor joh. Was verantwoordelijk voor een business en die draaide 30, 40.000 euro in de maand. Dus waar heb je het over, man? Nou, wat zeg ik nou? Wel iets meer eigenlijk. Maar goed, dat maakt niet uit. Duizenden euro's kwamen daar binnen op de bankrekening. En niet voor het glimlachen of zo. Hè. Er moesten producten en diensten geleverd worden. En dan daarnaast de huishouding draaien. Ja. Dus ik weet er alles van. Die moeder deed echt geen zak. Die deed de was.
En één dag in de week stond ze als eerste op en maakte ze het ontbijt. En 3 dagen in de week maakte ze het avondeten. En regelmatig was het avondeten wat die moeder op tafel zette, dat was niets meer als al dente gekookte pasta en al dente gekookte winterwortel. En al dente betekent dat het een beetje knapperig is. Nou ja, en dan was het dan. Met een scheutje olijfolie. Ik denk van, hey, zitten we terug in 1945? Is het hongerwinter? Was de supermarkt dicht of zo? Een soort staking bij de kassiers? Of had je gewoon geen zin om te koken? Want je moet al 3 keer in de week koken. Dat is zo lastig. Ik voel zo onderdrukking. Denk je dat ik er me zo van afmaakte met een Jantje van Leiden? Nou, ik dacht het er even lekker niet hoor. Punt 1, ik hou zelf van lekker eten. Dus als het toch gekookt moet worden, dan ga ik iets meer maken dan een beetje pasta met winterwortel. Je was lekker eco- en CO2-neutraal. Ja, wat het ook is, het is niet te vreten. Dat is het ook, ja. Nou, dan gaat er een scheutje olijfolie overheen en dan is het toch lekker? Ja, dan is het nog steeds niet te vreten. Ik ben toch geen konijn, mafketel. Nee, dan ga ik het wel een mooi doel zijn in mijn leven. Gewoon even de filosofie der huishouding. Een boek wat vrouwen hadden kunnen schrijven, maar omdat vrouwen nu een keer meer hebben met verhaaltjes houden op kansels en dat was het dan. En zeuren, natuurlijk. Oh ja, al die andere dingen die ze willen met leuke dingen doen, vinden ze ook erg belangrijk. En dan maar te zwijgen over het begrip seksuele moraal. Wat momenteel ook met de stoepstenen samen verkocht is. Dan moet je bij vrouwen ook niet meer omkomen hoor. Het is alleen maar vrouwenonderdrukking als ze zich een beetje moreel moeten gedragen. Gewoon de vrijheid van de vrouw om naar bed te gaan met de Jan en alle man. Als ze er zin in hebben natuurlijk. Want anders is het verkrachting. Ja. Nee, ik zie uit naar de volgende keer dat mijn dochter komt eten. Dat lijkt me erg leuk. We hebben geen ruzie gehad of zo. Ben jij maar. Ik heb alleen een slappe lach gekregen. Toen ze hebben gehoord over dat feminisme. Ik denk, oh nee. Het is best een ernstig geval hoor, van feminisme. Ja. Ja, het is net zoals dat je kind heeft te mazelen. Het is ernstig. Maar niks om je zorgen over te maken hoor. De kans dat je overlijdt aan de mazelen is er iets van 1 op 100.000 hier in Europa. Dus ja, dat overleven we wel. De kans om het overlijden, maatschappelijk gesproken, aan feministische wangedachten, die lijkt me een stuk groter. Maar dan nog ga ik me er geen zorgen over maken. Dat kind is 19. En ze bekiek het maar, wat is dat nou? Ik ga niet eeuwig de handje vasthouden. Maar ja, het is wel zo, ik kan er de slappe lach van krijgen. Dan denk ik, meisje, meisje, weetje, weetje. Ja, kennelijk niet. Ja, het is een vrouw. Ja, ik kan er ook niks aan doen, hè. Ja, die moeder van haar, die heeft mijn gezag altijd ondermijnd. Het zij in mijn bijzijn, het zij dat als ik dan wat gezegd had, dat ik mijn mening geventileerd had en gezegd van ik wil het zus en zo, dan kreeg ik of onmiddellijk tegengas, of die moeder wachtte dat ik de deur uit was naar mijn werk, waarmee ik het meeste geld binnenbracht. Dus dat heeft enig belang, mag ik zeggen. Ja. En dan was ik naar mijn werk en dan zei ze van, nou ja, wat papa net zei, dat mama zal het wel even uitleggen. En er werd mijn gezag ondermijnd. Dat is altijd gebeurd. Op alle fronten. Dus ja, ik heb ze een beetje het nakijken wat het dat deel van de opvoeding van het kind betreft. Ik heb opgevoed in het kader van leren lezen, leren rekenen, leren zwemmen, leren steppen, leren fietsen.
Ik was zelfs nog bezig geweest met goniometrie. Ja, niet toen ze 4 was natuurlijk, maar wel toen ze 13 was of zo. Sinus, cosinus, stelling van Pythagoras. Van basisdingetjes. Ja. En hoofdrekenen in het algemeen. Een keer was ik met mijn dochter uit fietsen. Dat deed die moeder ook nooit, by the way. Nou, die deed überhaupt helemaal niks. Dus, hè, die, ja, ze deed de was en 3 dagen in de week avondeten. 1 dag in de week ontbijt maken. En voor de rest aan de telefoon hangen en leuke dingen doen. Die heeft nooit een envelop van de bank opengemaakt om te kijken wat erop stond en afgeschreven was bij hem af. Ja, ik deed helemaal niks. En die moeder die lag weer eens in bed uit te slapen, want die was de nacht daarvoor hele leuke dingen wezen doen tot 5 uur 's nachts. Dus ik 's morgens met het kind opgestaan en een fietstochtje gaan maken. En ik weet nog dat we ergens zaten, om niks te doen, hè? Gewoon een eindje gefietst. Kom, we gaan even de beentjes strekken, want zij zat dan in zo'n kindersitje. Of nou, of had ze dan een kinderfietsje? Maar ik weet het niet meer. Ze moet een kinderfietsje hebben gehad, ja. Ja, hij had een kinderfietsje. En dan vroeg ik aan haar, er reden er auto's langs. En een autonummerbord heeft 4 cijfers en 2 letters. In die tijd dan, hè. En dan vroeg ik aan mijn kind, hoeveel verschillende nummerborden zijn er? En mijn kind zo, echt zo schattig, hè. Hij zei, oh, zijn alle nummerborden verschillend dan? Ik zeg, ja. Ja, dat had ik natuurlijk eerst moeten zeggen. Maar voor een kind is het, maakt het er helemaal niet uit. Hoor. Dat, ja, iedere auto heeft een nummerbord. Dus ik kan natuurlijk ook wel zien dat de nummerborden verschillend zijn. Maar dat elke auto een eigen nummerbord heeft, dat wist ze helemaal niet. Ik zeg, nou, dat eerst is uitgelegd. Ja, iedere auto heeft een eigen nummerbord. Want dan heeft iedere auto een apart nummertje. Dus dat is handig, hè? Net als een naam. En ieder heeft zijn eigen naam. De naam van een auto is zijn nummerbord. Oh, ja, ik zei, en hoeveel verschillende dan? Nou, daar zijn we uitgekomen. Ik moest er wel een beetje helpen. Maar het is niet meer dan logisch. Zo'n uk. En we kwamen dan, en zij kwam er dan achter dat het een heel groot getal was. Hè? Weet jij het ook? Namelijk 10 keer 10 keer 10 keer 10. Ongeveer. Hè? Eigenlijk dacht ik 9 keer 9 keer 9 keer 9 of zo. Want sommige nummers mogen ook niet. Dus, 666, dat mag dan niet. Zo, hè? En dan heb je die 2 letters, maar dan mag de O mag niet, dacht ik. Dat is verwarrend met die 0, zoiets was het. Dus het is zeg maar ongeveer 10 keer 10 keer 10 keer 10 keer 25 keer 25. Ongeveer. Nou, 10 keer 10 keer 10 keer 10, dat is 10.000. En 25 keer 25 is 625. Die weet ik dan uit mijn hoofd. Jullie ook, mag ik hopen. Maar 625 met 4 nullen erachter lijkt mij 6 miljoen. Nou, 6.25 miljoen. Een hele hoop verschillende nummerborden. Ja, dat heb ik mijn kind allemaal geleerd. En dat ging erin als zoete koek. Maar de rest over de samenlevingsstructuur en moraliteit, en dat heeft die moeder overgenomen in die zin van de samenleving moet geen structuur hebben, los van een communistische structuur waarbij de kinderen eigendom zijn van de staat. En niet de, het is niet de verantwoordelijkheid van de ouder om voor de kinderen te zorgen. Dat zegt die moeder dan niet met zoveel woorden, maar daar komt het wel op neer. Ja, en ik niet. Ik ben niet communistisch. Ik hou niet van dergelijke tyrannieke
op de achtergrond, zonder dat iedereen het weet, zonder dat iemand het maar weet. Katholiek. Communisme is katholiek, hè? Dat weten heel veel mensen niet. Zit de paus, die zit erachter. Mystery. Babylon. Openbaring 17 vers, wat was het weer? 12 of zo? Mensen weten dat niet, maar ik hou dus niet van Babylon. En zeker niet dat verborgen Babylon, wat je dus nu ziet met het communisme. En dat kinderen het eigendom staan. Of de verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt bij de staat en niet bij de ouders. Dus als die ouders niet verantwoordelijk zijn voor de kinderen, dan kunnen die moeders wel uitwerken. Of anders gezegd, als je ervoor zorgt dat die moeders maar uitwerken willen, dan kunnen ze niet langer verantwoordelijk zijn voor die kinderen. Want daar hebben ze geen tijd voor, want ze hebben van die belangrijke baantjes. Ah. Dus wie is er dan verantwoordelijk voor die kinderen? Nou, dat wordt dus de staat. En wie is de eigenaar van iets, van een algemeen goed, het maakt niet uit wat. Hè? Maar wie is de eigenaar? Nou, de eigenaar is degene die verantwoordelijk is. En vice versa, de eigenaar is verantwoordelijk. Dus ben je de eigenaar, dan moet je verantwoordelijk zijn. En ben je niet verantwoordelijk, nou, mag in principe je eigendom worden afgepikt, vind ik. En ja, ben jij verantwoordelijk voor iets, dan vind ik ook dat je de eigenaar moet zijn. Als je de eigenaar bent, als je verantwoordelijk bent voor iets, maar je bent niet de eigenaar, dan ben je een slaaf. En dan ben je verantwoordelijk voor het bezit en het bezit is van een ander. Ja. En jij maar werken en maar werken en maar werken, want je bent zo verantwoordelijk. En wie krijgt de benefits, de opbrengst, het goede? Ja, dat is de eigenaar natuurlijk. Dus dan ben jij de slaaf. Hè? Eigendom en verantwoordelijkheidschap, het dient uitwisselbaar te zijn. Of het is uitwisselbaar en dat dient in openbaarheid te zijn van de samenleving. Zo hoort dat te zijn. Ik vond het een mooie beschouwing. Beschouwing 001. En ik noem het feminisme, denk ik. Iets met feminisme. Feminisme en de slappe lach. Ik maak er wel een mooie titel van. Die een beetje kijkeraars zal trekken. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En ik zeg dan op zijn hamburgers nog steeds. Want dat deed ik bij die nieuwsuitzendingen ook. Zeg ik tjus. En dag lieverds.